De gemeenteraad van Dordrecht bestaat uit 39 raadsleden verdeeld over 9 partijen. Ieder raadslid ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden en daarnaast ontvangt iedere partij ook een vergoeding voor de fractie, het zogeheten fractiebudget. Deze vergoeding is bestemd als tegemoetkoming in de kosten van het functioneren van de fractie. Fracties besteden de vergoeding om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vakliteratuur of een fractieassistent. Op 19 april 2011 zei David Schalken, fractievoorzitter van Beter voor Dordt: "De Dordtse burgers mogen van ons verwachten dat wij zuinig en doelmatig met de beschikbare fractiebudgetten zullen omgaan." Einde citaat. Na afloop van elk kalenderjaar moet iedere fractie verantwoording afleggen over de besteding van de fractievergoeding. En wat blijkt? Beter voor Dordt heeft met het geld van het fractiebudget in 1 jaar tijd 180 flessen wijn weggedronken. U hoort het goed, 180 flessen wijn. 180 flessen wijn. Wanneer we deze op elkaar stapelen, krijgen we een toren die maar iets kleiner is dan de grote kerk van Dordrecht. 180 flessen wijn, betaald vanuit het fractiebudget. Een budget dat bedoeld is om fracties te versterken. Een budget waarover de fractievoorzitter van Beter voor Dordt had gezegd dat zij hiermee zuinig en doelmatig om zou gaan. Zuinig en doelmatig. De Dordtse bevolking weet nu wat Beter voor Dordt daarmee bedoelt.